Zo, het laatste stukje live video van het eerste deel van de Ruiten A-rivier. Mocht je willen vissen hier zo, dan kun je parkeren bij camping De Baakhoorn, bij het zwembad daar zo. Het is, vanaf daar kun je in principe het hele water, de hele route die wij nu hebben gevaren. Ik denk ongeveer een kleine kilometer. Met alle hotspots die je hebt gezien. Ik ga niet precies vertellen waar ze zijn, maar als je langs het water loopt, dan kom je ze geheid tegen. En ondertussen varen we voorbij een paar hele leuke plekjes nog. Met bosjes, kommetjes, armpjes. We komen zo nog een bruggetje tegen. Als je een stuk uitvaart, dan kom je aan de andere kant van de brug nog meer plekjes tegen. Misschien dat we dat de volgende keer doen. Als je daar een videootje van wil of een filmpje of meer informatie, laat dan even een like achter onder deze video. Een duimpje omhoog, zo. Dan gaan wij verder. Dus nogmaals, dit is de eerste demo. Dit is de eerste opzet. De bedoeling is elke week, elke twee weken zo'n leuk filmpje te maken. En maar we kunnen niet zonder jullie. We zijn afhankelijk van kijkers, mensen die geïnteresseerd zijn, mensen die vissen. Dus deel ze gerust. Eind van de dag. Begin van de avond zal het YouTube-kanaal hopelijk online zijn met de eerste filmpjes. En ja, volg ons. En dan doen wij onze best om zoveel mogelijk water in dit jaar in kaart te brengen. En wil je meer weten over het water, heb je zelf geen boot? Bel ons, dan komen we een keer langs. En dan maken we een leuk filmpje van jullie water. Kijk, we zijn bijna bij de openbare weg. Wow, de boot gaat hier flink de keer. En we gaan zo onder het bruggetje door. Dan komen we nog een heel mooi stukje tegen. Dan zijn we op het eind van dit sluisstuk. En dan zien we jullie volgende week of over twee weken weer met een nieuw filmpje, nieuw water. Als er geen ijs ligt natuurlijk. En dan, ik vermoed dat we dan richting Rijsdam gaan om nog een stuk van de Ruiten A-rivier te doen. Maar het kan ook zijn dat we een lokaal meertje pakken, maar dat is afhankelijk van het weer. Ik wens jullie een gezegend nieuwjaar, heel veel natte onthaakmatten en zien jullie later.